Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Stars serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikken-presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Gwen van Poorten het item terug waarin ze een naaktfoto van haarzelf uit laat lekken. Hallo, ben ik weer. Ik ben Gwen en ik ben een oud-presentatrice van Spuiten en Slikken. En ik vind het superleuk dat we weer items terug gaan kijken. Want dan zie ik ze nog een keer, dan kan ik jullie nog een keertje mee terugnemen. Zo staan dus heel veel meisjes om een sexy foto te maken voor bijvoorbeeld een vriendje. Nou, dat is precies wat ik vandaag ga doen. Ik ga een sexy foto maken voor een Oké, ik moet jullie even vertellen hoe dit item is ontstaan. Ik had het leuke nieuws gekregen dat ik Spuiten Slikken mocht gaan presenteren. En dan wil je binnenkomen met een item van hallo, ik ben Gwen, ik ben er, ik ga meedoen. En dan wil je niet beginnen met iets tams. Dan wil je een beetje knallen. Dus ik kwam op een gegeven moment op het idee om een naakt video uit te laten lekken. Dat gebeurde af en toe. Filmpjes kwamen online van jonge mensen op de middelbare school. Video's die met een webcam of telefoon waren opgenomen. En de gevolgen daarvan waren zo heftig en intens. Toen dacht ik, wat nou als ik mezelf in hun schoenen neerzet en kijk hoe het is om dat te ervaren. Nou, de eindredactrice zei, video vind ik een beetje te heftig. Hoe gaan we dat doen? We moeten een foto photoshoppen. Zou je dat willen? Ik zei, ja, oké, een foto photoshoppen. Dan moeten er een paar borsten op. En zo begon het. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar het is een selfie. En het is een behoorlijk pikante selfie. Ik vind het een beetje ongemakkelijk om zo naar mezelf te kijken, maar ik ga hem wel besturen. Met natuurlijk het risico dat hij uitlekt. Maar dan moet ik nu ook even niet aan denken. Er is een foto opgedoken van onze lieve collega. Want dat is het vriendin inmiddels, Gwen van Poorten. Afgelopen weekend lekte naaktfoto van presentatrice Gwen van Poorten. Oh mijn god, jongens, ja. Ik was hier nog zo onervaren. Ik kon helemaal niet goed uitleggen wat hier gebeurde. Dit was zo intens. Ik maak hier een foto. Onze redactie zorgt dat deze verspreid gaat worden en kijken wat er dan gebeurt. Nou, achter de schermen werkte dit zo. Er werd een foto gemaakt, die werd gefotoshopt. Ik mocht een paar borsten uitkiezen. Ik zei, nou, ja, dan wil ik wel gewoon een paar toppers. Nou, ze zien er prachtig uit, het zijn hele mooie borsten. En ik had niet het idee dat het ging uitlekken. Ik moest alles loslaten en van de redactie mijn telefoon uitzetten van vrijdag tot maandag. Ik ben een paar dagen offline geweest en ik heb geen idee wat er met de foto is gebeurd. Oké. Nou, dit is niet wat er normaal gebeurt op mijn telefoon. Oh, wat kut. 353 berichten in een groepsgesprek dat het hoofd van Ruben van de Party Squad op mijn tieten heeft. Het is zo grappig dat ik heel erg aan mezelf merk dat ik niet weet hoe ik moet omschrijven wat er is gebeurd. Ik was hier nog zo bleu en naïef en ik kwam net kijken, ik zit hier op de redactie. Maar als het puntje bij het paaltje komt, is er gewoon in dat weekend een foto van mij de wereld ingeslingerd waarvan 90% geloofde dat het een naaktfoto van mij was. En ik zie hier in mijn ogen dat ik een klein beetje in paniek ben, maar dat ik niet zo goed weet hoe ik dat moet uitleggen. Dit was in vertrouwen en dit is gewoon doorgestuurd. Oh jee, wel heel heftig. In ieder geval, ik zie. Voor hond ben je dat je dit op een tijdlijn gaat zetten. Die wil zeker loonsverhoging. Ja man, mijn baas roept me zo meteen op het matje en die zegt, hey Gwen, leuk die tieten. Ik kan me voorstellen dat als je op de middelbare school zit en deze foto gaat daar rond, dat heel je leven op zijn kop staat. 181.387 keer bekeken. Oké, dat is echt niet grappig. Laten we even naar Dubbert gaan. Want wat ik hier dus zeg, ik weet niet hoeveel jaar het geleden is. Ik kan het hier zien. Oké, ik heb de foto hier.
Hij staat nog steeds op Dumpert. En ik schrok daarvan het aantal keren dat hij bekeken was. Hij is inmiddels meer dan 800.000 keer bekeken. 800.000 keer. Hij kwam op Dumpert. En misschien wel leuk om te vertellen hoe hij daar terecht is gekomen. Ik ben naar mijn ouders gegaan. Dat weekend. Ik wist van niks. Nou, deze foto is in een WhatsApp-groep gegooid door de redactie. En is in eigen leven gaan leiden. En we kunnen eigenlijk wel een beetje achterhalen waar het is begonnen. Het is echt in Brabant begonnen. En waar vinden mensen het nou het interessantste dat er een naaktfoto rondgaat? Op de plek waar je geboren bent, waar je vandaan komt. Dus die plek waar ik ging schuilen dat weekend, waar ik gewoon aan het chillen was met mijn ouders. Daar is die naaktfoto rondgegaan in alle WhatsApp-groepen. Oh mijn god, kijk naar Gwen. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En toen is die bij de pers terechtgekomen. En toen is er een soort bom ontploft. In 2 dagen tijd staat mijn foto die ik in vertrouwen naar iemand heb gestuurd overal. Er is niks wat ik daaraan kan doen. Er is niks wat dit weg kan halen. Of ik kan hier niet op reageren. Ik word hem gewoon een beetje gepest. Hallo. Maaike, jij bent expert op het gebied van online seksueel misbruik. En kan jij mij helpen om deze foto te laten verdwijnen? Verdwijnen zal heel lastig worden. Maar ik kan je wel wat tips geven om te achterhalen waar die staat op internet. Oké. Dus je kunt bijvoorbeeld beginnen met jezelf te googlen. Want welke stappen kan ik allemaal ondernemen om de foto van internet te laten verdwijnen? Nou ja, op veel sites kun je contact opnemen door onderaan of bovenaan een site te klikken op help, abuse of contact. Ja. En op die manier kun je vaak contact opnemen met de sites en kun je een verzoek indienen om het te verwijderen. Maar de kans dat die helemaal weggaat? Is vrij klein. Ja, het is heel leuk wat Samir allemaal vertelt. Het zijn hele fijne tips. Voor mij was het dweilen met de kraan open. Want als die ergens weg werd gehaald, dan kwam hij daar wel weer omhoog. En tot op de dag van vandaag krijg ik wekelijks van mensen deze foto doorgestuurd. Die zeggen, hey Gwen, weet je dat er een naakt van je foto van jou op het internet staat? Ik ben, weet je, hoe kan het dat die naaktfoto van jou is uitgelekt? Zelfs als ik uitga, komt er nog regelmatig iemand naar me toe die zegt, hey, ik heb die naaktfoto van jou gezien. Dus hoe tof dit item ook was, het heeft niet per se alle 800.000 mensen bereikt die die foto op Dumpert hebben gezien. Haha! Dit waren niet mijn borsten, dit was gefotoshopt. Maar het had zomaar gekund dat het echt was en ik denk dat het dan ontzettend heftig zou zijn. Nou, ik hoop dat het inmiddels duidelijk is dat je 10 keer moet nadenken voordat jij die sexy foto van jezelf naar iemand anders verstuurt. Want als het eenmaal op het internet terechtkomt, gaat het er nooit meer vanaf. Ja, en het einde werd natuurlijk pas echt duidelijk dat het niet mijn borsten waren. En ik denk ook, heel eerlijk gezegd, dat ik heel anders daar had gezeten als het wel mijn borsten waren geweest. Maar wat heeft dit item opgeleverd? Doordat ik me zo goed kon verplaatsen in de mensen die dit meemaakten, omdat mijn borsten waren niet echt, maar de reacties die ik kreeg in de tijd dat niemand dit wist, waren wel echt. En dat heeft me de kracht gegeven om me extra daarvoor in te zetten, items daarover te maken. Je hoorde net al de deskundigen zeggen, foto's zonder hoofd maken. We hebben natuurlijk de Geen Hoofdcampagne gedaan. En als ik je een advies mag geven, als je aan sexting doet, doe het dan goed. Je kan je vriend, vriendin, scharrel een sexy foto sturen. Dat kan echt. Ik denk zelfs dat het een beetje erbij hoort. Maar hou er rekening mee dat je alles verbergt wat herkenbaar is. Dan heb ik het niet alleen over je hoofd, maar ook eventueel over moedervlekken, dingen die herkenbaar zijn aan jouw lichaam, tatoeages. Hou die gewoon weg. Huppakee. Weg. Misschien shoppen, weet ik veel wat. Je kan het spannend houden zonder dat je kopje erop staat. En verder was dit een van mijn allereerste items. Vind ik het zo grappig om mezelf zoals puppy te zien. Dit zijn van die dingen die je 1 keer in je leven doet en daarna nooit meer.